Je kunt niet voorstellen met wat voor wanhoop we het nieuws hebben aangehoord over wat er is gebeurd. Een gevoel van patriotisme waarvan we ons in vredestijd niet bewust waren, leidde in ons op. U zag hem vorige week al in het PNM-nieuws, Lucas Kolbers uit Panningen. Hij beleefde een bijzonder weekend. Hij vertelde op twee plekken het oorlogsverhaal van Pierre Jacobs. Iemand uit de regio die is gedeporteerd naar Duitsland en die is helaas nooit meer teruggekeerd. Zijn naam staat ook op het monument en hij wordt daar herdacht. Hij maakte als duikgroep deel uit van de afdeling Helden van de Landelijke Onderduikersorganisatie. Deze organisatie werd kortweg LO genoemd. In ieder dorp waren duikhoven een centraal aanspreekpunt voor het veilig onderbrengen van onderduikers. Dit conform voorbeeld van de LO waar Kaplan Nauws te bedenken van was. Ook zijn naam staat op het herdenkingsmonument in Panningen gegrift. Pierre zocht betrouwbare personen die hem hielpen in zijn geboortedorp. Zo had men vooral voedsel en kleding nodig voor de onderduikers. Deze verbleven korte of langere tijden in de dorpen. Men weet niet of verraad de reden van zijn arrestatie was. Donderdag 15 juni 1944 werd hij door de SD gearresteerd in zijn ouderlijk huis op de Hoogstraat. Op zijn vraag of hij nog van broek mocht wisselen, stemde de soldaat van de SS toe. Vervolgens deed Pierre een vergeefse poging om nog te ontsnappen. Hij werd hierbij in zijn been geschoten. Hij kon niet meer lopen en werd daarom op een kruiwagen verder getransporteerd. Pierre werd waarschijnlijk naar Dachau gezonden. Na de bevrijding van dit kamp in april 1945 leefde Pierre nog. Hij was ingeschreven als Fransman, waarschijnlijk door de klank van zijn voornaam. Hij kwam met andere gevangenen terecht op het eiland Mainau. Toen de Franse generaal Lattre de Tassigny in bezoek bracht aan de gevangenen, ex-gevangenen, werd hier een foto van gemaakt. Hier staat ook Pierre Jacobs nog op afgebeeld. Echter, zijn toestand was toen al heel erg zwak. Pierre is op dit eiland overleden, 18 juni 1945, aan ondervoeding. Nou, zijn vader is toen overleden, iets voor de oorlog. En toen is hij voor zijn moeder eigenlijk onmisbaar geworden op de boerderij. En in 1944 is hier in de buurt Panningenhelden... zijn er heel veel razzia's geweest, omdat geallieerden dichterbij kwamen en de Duitsers hadden natuurlijk meer productie nodig. In de kerken, in Panningen en Helden en Maasbree, overal, zijn toen heel veel razzia's geweest. En Pierre is daar ook opgepakt en hij is naar Duitsland getransporteerd en hij moest daar werken. Lucas wil van zijn interesse zijn werk maken en heeft al een bedrijfje opgericht waarvoor hij rondleidingen en lezingen geeft. Ik heb voor Whisky Alfa Romeo, mijn bedrijfje, heb ik een vrouw geïnterviewd wiens ouders bij de NSB moesten omdat ze simpelweg gewoon geen geld hadden. Ze hadden geen eten en die man die moest zijn kinderen voeden. En dat heeft hij dus gedaan door bij de NSB te gaan. En als je daar verschillende klussen deed, zoals transporten naar het Oostfront, daar kreeg je dan geld voor. En daarmee hield die man zijn gezin draaiende. Dus hij deed het eigenlijk niet, want hij had verder ook niks met Hitler of zo. Dus hij deed het puur voor zijn gezin en dat fascineert mij.